En in Voedsel Insight is weer een legende uit de voedselwereld aangeschoven. Edwin Grunholz, welkom. Dankjewel. Ja, hoe raar is het voor jou om nu hier te zitten in zo'n wat is het, gymzaaltje en niet in de grote zaal daar? Ja, inmiddels ben ik er wel aan gewend natuurlijk. Wat dat betreft ben ik al een tijdje gestopt. Ja. Dus en ik heb ook niet zoveel meer met zaalvoetbal te maken gehad. Dus wat dat betreft heb ik het een plekje gegeven. En ja, word ik er wel natuurlijk wel heel vaak nog aan herinnerd. Ja. Over je voetbalcarrière, wat je hebt gedaan en wat je hebt bereikt erin. Maar op een gegeven moment sluit je dat wel af voor jezelf. Ja, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik denk niet dat er iemand hier in de zaal zit die Edwin niet kent. Maar misschien de mensen thuis die mee zitten te kijken via de livestream. Die denken, Edwin Grunholz, wie is dat nou? Laten we even kijken naar een clip over je ja, toch wel prachtige carrière in de voedselwereld. Zeg het maar, hoe kijk je hierop terug, als je deze beelden ziet? Dit waren toplanden, dit was Brazilië in de 18e, dus ja, ik heb natuurlijk wel die beelden al een paar keer gezien, maar ja. Dat wil ik net zeggen, ja. Ja, nee, ja, mooie tijd. Ja. Ja, ja, dit was je top in het Nederlands team. Ik had hier, zondag zat ik in Rotterdam met Said El Morabiti, en die zei, de jongens van het huidige Nederlands team moeten er echt van genieten dat er een EK aankomt, want het is niet een gegeven dat je die altijd speelt. In jouw tijd was dat heel anders natuurlijk. Je hebt WK's gespeeld, EK's gespeeld. Klopt, nou, wij zaten er vaak bij. Ja. Ik heb een paar keer het Nederlands elftal niet gevolgd. En dan, toen hebben we ons niet geplaatst. Maar in dit verhaal heb ik het wel, wel vaak meegedaan. Maar heb ik er weinig van kunnen genieten eigenlijk. Ja? Ja. Hoe komt dat? Eigenlijk omdat het zo gaat, zeg maar, dat je die wedstrijd gaat zo snel. Ja, dat je met de prestaties vooral bezig bent. Ja. Ja. En nu kan je er wel van genieten als nu je dan weer deze beelden ziet. Ja. Dit waren de WK's en EK's in de beelden die we net zagen. Hoe ben je eigenlijk met voetballen begonnen? Ik las ergens iets op straat. Maar voordat je dan uiteindelijk bij een voetbalclub terechtkomt, of dat je gaat in de zaal terechtkomt, dat is nog wel een weg. Ja, nee, klopt. Ik ben zeg maar in. Gaat het? Even doorpraten, nee. Nee? Nee, maar even doorpraten. Ja, oké, goed. Wil je even wat water of iets? Beetje water. Ja? Ja. Nou goed. Dan ga ik gewoon tegen. Sorry. Nee, helemaal geen probleem, natuurlijk niet. Voor de mensen zometeen. We gaan het uitgebreid hebben over de carrière van Edwin. En als er vragen zijn, ja, dan moet je heel even opstaan. Er staat hier een microfoon. En het is net zoals vroeger op de basisschool, middelbare school. Het is altijd lastig wie de eerste is die daar durft te staan. Afgelopen zondag duurde het heel even, maar uiteindelijk hebben we heel veel vragen gehad. Ja, ze mogen zometeen alles aan je vragen, ja, toch? Zeker. Ja. Maar hoe ben je begonnen? Nou, ik ben begonnen in Schilderswijk met mijn broers en mijn familie. Zijn we gaan voetballen in de sporthallen. En met sport en spel ben ik eigenlijk in contact gekomen met de sport. Ja, want je komt uit een grote familie, hè? Ik kom uit een grote familie, ja. We hebben 13 kinderen. Ja. En hoe was dat dan? 6-6? Ja, vooral, ja. Ja? Ja, en de familie. Iedereen ja, voetballen ja, of niet? Ja, iedereen wil voetballen, ja. Ja, klopt. Oké, okay, leuk. Want ik las een verhaal over Silva Boys. Wat was dat vroeger met de familie? Ja, familie. De Silva is eigenlijk ontstaan door mijn vader. Die ja. heeft dat opgezet. En mijn broers hebben dat zeg maar kleur gegeven. Ja. En ja, eigenlijk door veel met elkaar te zijn, zijn we een team geworden, zijn we een club geworden. En kwamen de mensen uit de buurt zeg maar geïntegreerd in die club. Ja, en wat moet je voorstellen? Silva Boys was niet een club bij de KNVB. Dat hadden jullie gewoon zelf in de wijk opgezet. En speelde je dan tegen andere wijken in Den Haag? Nou, wij speelden eigenlijk. Je maakt je eigen team, ja. Maar dan kwamen de andere teams uit de wijk kwamen daar in de sporthallen bij elkaar. En ja, dan gingen we een soort toernooi spelen met elkaar. En dan, en dan wilde je vooral niet verliezen van elkaar, dan wilde je de beste zijn. En dan was het vaak knokken in die hallen. Ja, knokken in die hallen? Ja, in de positieve zin van het woord. Dus okay. Het was niet letterlijk vechten, maar het was vooral met elkaar elke keer strijd leveren. Ja. Wat bijzonder is, als je terugkijkt op jouw carrière, is natuurlijk dat je geëxceleerd hebt in de zaal. Nou, daar zagen we die beelden net van. Je hebt de Eredivisie gehaald op het veld. Als kleine Edwin, waar droomde jij van? Was dat dan toch wel echt op straat voetballen, in de zaal voetballen of op het veld?
Nou, ik wilde vooral voetballen, dat vond ik het allerleukste. En in teamverband vond ik het in het begin lastig, want we hadden niet de middelen thuis voor. Dus we gingen langzamerhand kwam ik in aanraking met clubs. En ja, ik wilde vooral eerst op het veld voetballen. Door mijn broers werd ik eigenlijk in contact gebracht met het zaalbal. Ja. Door de vereniging, maar ook door de omgeving waar ik was. Ja. En vrij snel had ik al door dat ik wat talent had daar natuurlijk. En ja, zodoende kwamen we zeg maar steeds verder. In het begin wat twijfels, omdat ik mensen dachten, ja, is die wel goed genoeg? Ja. Dat triggerde me juist, wilde ik juist de beste zijn. En langzaamaan zag je daar steeds meer progressie komen en wilde ik steeds meer de beste zijn. En daarom ook terugkomen net op het EK, dat je gewoon eigenlijk moet je veel meer genieten van het moment dat je daar speelt. Ja, zeker. En dat is de les die je straks aan deze jongens mee mag geven, hè, die hier vanavond spelen. Maar heb je dan eigenlijk ooit wel in een jeugdopleiding gezeten? Ja, in die van mijn familie. Nee, ik had... van de Silva Boys? Ja, klopt. Nee, ik ben later gaan voetballen. Ik was denk ik 12, 13 jaar dat ik bij een club ging spelen. Ja. En ja, en daarvoor ging ik gewoon op straat of op pleintjes of in sporthallen. En dan werd ik vaak gecoacht door de mensen om me heen. Ja. En zo heb ik eigenlijk dat ontwikkeld. Ja, maar dat is toch wel bijzonder, want zondag zat ik dan met Saïd. En die ging pas op zijn 18e voetballen. Ook niet de middelen ooit gehad thuis om zich aan te sluiten bij een amateurclub of bij een voetbalclub. Nou, jij op je 12e of 13e. En als je ziet wat jullie allebei uit je carrière hebben gehad, dan heb je dat eigenlijk dus ook niet nodig gehad. Nee, klopt. Ik was 15 toen ik echt serieus in een teamverband ging spelen. En toen, waar was dat? Dat was bij RFC Rijswijk. Ja, goede opleiding altijd. Goede opleiding altijd. En toen ging het eigenlijk heel snel. Toen kwam binnen een jaar in profvoetbal bij ADO. En toen binnen 2 jaar zat ik in het elftal waar ik altijd naar keek in het stadion. Ik ging vroeger altijd vaak naar het Zuiderpark. Ja, het Zuiderpark, Martiool. En dan gingen we daar rustig, langzamerhand kwam hij zelf in het team. En en zo kwam hij eigenlijk, maakte hij een ontwikkeling door. Ja, en dan moet je me toch even vertellen, want dan haal je eigenlijk het elftal waar je altijd support van was. Daar ben je dan zelf onderdeel van. Maar ondertussen wil je ook nog jezelf ontwikkelen in de zaal. Ja, klopt, ja. Dat betreft dat is toch wel een beetje gek. Klopt, maar klopt. Ja, het was ook vaak, kijk, als je het veld had of de zaal, had je een periode, liep het daar wat beter, dan zet je daar je focus op. Ja. Maar waren ook periodes als je bij ADO was en je zat daar lekker erin, dan dacht je, nou, dan ga ik daar doorbreken. Ja. Maar kon dat toen ook gewoon, dat ADO zei, je mag er daarnaast ook gewoon... Nee, mocht eigenlijk niet. Nee, wat eigenlijk gebeurde was, als ik dan zeg maar speelde bij ADO, en wij speelden voor mij toen nog in de zaal op maandag of woensdag. Ja. En dan ging ik de uitwedstrijden ging meedoen, want de thuiswedstrijden verloor het team altijd van ons. En uit wonnen we, alleen dat ging opvallen. Dus op een gegeven moment, als ik dan bij de club kwam, zei de trainer, wat heb je gisteren al gedaan? Ik zei, nou niks. En zei, had je gezien dat ik had voetbal niet het krantartikel zien. Dus dan kon je weer opnieuw beginnen. Ja, en wie was de trainer toen? Toen was Co Adriaans de trainer. Ja, Co Adriaans lijkt me ook niet echt een man die je dan denkt, maak even een uitzondering voor Edwin. Die kon het niet echt waarderen, nee. Nee, maar dan kan ik me voorstellen als je dan iemand bent die denkt, goh, ik heb het profvoetbal gered, ik laat het voedsel voor wat het is. Maar jij dacht, ik wil het gewoon allebei. Ja, wat ik zeg, het ging een beetje op en neer. Toen periode bij ADO heb ik het een tijdje niet gedaan. Maar ja, dan kom je toch te weinig gaan spelen. En dan word je toch weer getrokken uit dat wereldje waar je wil spelen. Dan vind je het toch weer leuk, ging je nooit spelen. Kom je eigenlijk weer in dat ritme van weer in het zaalbal. Want ik, voor mij net vertelde iemand, hoe lang weer op het veld speel. Ja, ik heb gewoon 8 jaar betaald voetbal of 10 jaar gespeeld. Meer dan 100 wedstrijden betaald voetbal. Dat bedoel ik. Dus dat is ook nog genoeg geweest. Maar ja, het meeste heb ik gedaan in het zaalvoetbal. Ja, want ik vond het gek. Ik ging dus een beetje lezen over jou en ik probeer het een beetje te vertalen in de wereld waar we nu leven. Dus dat het iemand in de Eredivisie speelt of in de Eerste Divisie en daarnaast ook nog Eredivisie zaalvoetbal speelt en in Oranje speelt. Ja, dat kan je gewoon niet meer voorstellen nu. Nee, ik kan niet voorstellen, want het mag ook qua belasting. Nee, het mag ook niet. Nee, maar dat mag toen ook qua niet. Belastbaar. Jij mocht toen, toen mocht het wel, maar alleen kon het natuurlijk niet met die combinatie met de trainer. Maar kijk, fysiek gezien had ik natuurlijk ook nooit problemen. Dus wat dat betreft had ik wel geluk dat ik dat ook aankon. Ja. Hoe kwam het eigenlijk dat je nooit fysiek problemen had? Is dat gewoon omdat je bent opgegroeid eigenlijk op straat? Gewoon met, Ik denk uiteindelijk verzorging ook. Ik was er altijd wel mee bezig. Ja? Dus alles voor later. Ja. Echt niks. Ja, het klinkt misschien stom. Tot mijn 26 gewoon echt alleen maar sporten. Om en hoe ver ging dat dan bij jou? Dat je dan... Nou, op vrijdag namen we natuurlijk de beelden op. Nam ik een cameraman mee. Liet ik mezelf die beelden die je daar net hebt gezien, die heb ik zelf laten filmen. Om mezelf weer te bekijken daarna. Jij belde gewoon een cameraman op? En die had ik gewoon standaard mee. Toen in die tijd, ja. In die tijd namen we die gewoon mee en liet ik mezelf filmen. En liet ik daarna kijken. En dan ging je dat weer voor jezelf weer een plekje geven. En dan wilde je weer doorgaan.
Maar je was dus eigenlijk ook gewoon je eigen trainer? Nou, misschien wel, ja. Wat dat betreft was ik wel kritisch. Ja. Wat ik zeg de hele tijd toch, van ja, je moet er eigenlijk wat meer van genieten, maar omdat je zo de beste wil zijn. Maar kan je dat misschien ons proberen uit te leggen, waar dat dan vandaan komt, dat je altijd de beste wil zijn? Ja, ik denk dat ik ook slecht te verliezen was, dus ik wilde niet zo snel verliezen, dus ja, dan doe je er gewoon alles aan om die wedstrijd te winnen. Ja. Wanneer komt op een gegeven moment bij jou het gevoel, oké, nou, voetbal op het veld, eerste divisie, top, eredivisie, hè, misschien onderin, af en toe wel spelen, af en toe niet spelen, dat je denkt, ik ga volle bak voor de zaal. Was dat toen je bij Bunga ging spelen? Ja, maar ik heb mijn 28 ook nog bij Roda gespeeld, dus dat is eigenlijk helemaal een rode draad die continu heen en weer ging. Ja. Dus wat dat betreft is dat niet echt een keuze geweest, het ging zoals het ging. Ja. Maar de combinatie met uiteindelijk topvoetbal en de amateurs en zeg maar het zaalvoetbal, dat is wel de beste combinatie geweest achteraf. Ja? Jawel. Want dan kon je eigenlijk gewoon volledig focussen op de zaal? Ja, dan speel je op zondag gewoon je wedstrijden op het veld en je traint en je speelt je wedstrijden op vrijdag en woensdag voor de beker en de competitie in de zaal. Ja. Denk je dat je ook een betere zaalvoetballer was dan dat je op het veld was? Ja, dat is veruit, ja. Ja, dat is geen discussie. Ja. Dat is wel duidelijk, daar heb ik ook veel meer resultaat gehaald. Ja. Waarom was je een betere zaalvoetballer? Ik denk, ja, het spreekt voor zich als je elk jaar, de zalen zaten vol, de mensen keken ernaar, je scoorde veel. Ja, het rendement was gewoon heel hoog. Ja. En de afstanden waren te groot op het veld, of niet? Nou, dat viel wel mee, maar wel te groot, wel in vergelijking met de zaal. Ja, ja. Nee, maar voor de mensen, we zagen natuurlijk wat beelden nu voorbij komen. Wat voor speler was je? Ik was een creatieve speler die mensen uit kon spelen. En met links en rechts erin kon schieten. Ja. En oog had voor medespelers en ook inzicht in het spel vooral. Ja. Ik denk dat mijn inzicht mijn groot voordeel was. Ja. Want ik sprak wat jongens waar je vroeger meegespeeld hebt in Oranje of die tegen jou hebben gespeeld. En die zeiden altijd, houdt een hele goede techniek, maar vooral functionele techniek. Ja, klopt. Dus je was heel effectief. Klopt. Het ging jou niet om de truc of iets, het ging om het scoren. Hij moest snel naar het doel toe, ja. Dus je wilde snel scoren of een ander vrijbrengen. Ja. Dus het rendement in het scoren hoog houden. Ja. En daarnaast, wat ze me ook meegaven, je was een echte publiekspeler. Klopt, ja, uiteindelijk wel. Ik zie een glimlach. Nee, ja, omdat je wel het spel met het publiek speelde. Natuurlijk, toen ik naar België ging, was ik over 130. Maar ja, dan ging er een muziekje draaien en dan ging je met de bal op. En dan ging je wat dingen laten zien. Ja, dat vonden mensen leuk. Ja. Ik vond ook dat je amusementsport was voor de mensen. Ja. En ik hoorde wat anekdotes bij Oranje, dat je achter stond tegen Frankrijk. Ik vertelde het van de week nog tegen jou aan de telefoon. Je stond 1-0 achter en wat gebeurde er toen? Ja, we wonnen die wedstrijd wel uiteindelijk. Ja. En toen heb ik gescoord volgens mij. En assist geven. Ja, je bent veel te nederig hoe je het nu vertelt. Wat was het? Nou, je stond 1-0 achter, je zat op de bank. Toen kwam je het veld in. Ja, je weet het donders goed. Twee keer dezelfde actie, je legt hem neer bij de tweede paal. Het wordt 1-1, een minuut later doe je weer diezelfde 2-1. Nou jongens, zo makkelijk is het dat we hier weer zitten. Ja, klopt. Maar, zo maar dan hebben we het dus over wel gewoon bij Oranje spelen. Ja, dus dan hebben we het wel op het hoogste niveau. Klopt, maar toen het is leuker ook als ik het vertel dan dat ik het zo moet vertellen. Ja, zeker. Ja. Nee, maar sommige dingen ben ik vergeten en anderen onthouden het. Ja. Nee, maar goed, ik kan me herinneren, voor mij was het Groningen. Dat Frankrijk was toen niet zo heel best. Nou, dat Frankrijk was niet zo heel goed. We hadden het net over het niveau van Oranje destijds en het niveau van dit Oranje. Oranje is nu het laatste geplaatste team wat mee gaat doen aan het EK in januari. Kan je ons meenemen wat het niveau van Oranje was toen jij erin speelde? Ja, ik denk dat wij bij de top 8 zaten van de wereld. Alleen ik denk dat wij het altijd af moesten leggen in de faciliteiten. Want ik kan herinneren die wedstrijd die je net liet zien tegen Brazilië. Die wonnen wij dat jaar 6-1. Tegen Brazilië? Ja, wij wonnen van hun 6-1. Alleen een jaar later werden hun wereldkampioen. Maar hoe kan dat dan? Ja, omdat we een jaar lang met elkaar hadden getraind, een jaar lang met elkaar weg waren geweest. Was bij ons altijd lastig, want na 2 weken was bij ons wel vaker moeilijk. Maar in principe, hun hadden toen zoveel getraind en zoveel met elkaar op pad geweest, dat na een jaar kon je niet meer van ze winnen. Ja. Maar dat jaar wonnen wij 6-1. Maar voor mij vertelde je net dat je een hele slechte verliezer bent. Klopt. Maar wat doet het dan als je het jaar daarvoor van Brazilië met 6-1 wint en je komt ze daarna op een WK tegen en zij worden wereldkampioen? Dan heb je voor mij het gevoel dat jullie ook wereldkampioen hadden kunnen worden. Ja, dat zeg ik. De faciliteiten waren gewoon lastig. We hadden niet de middelen om een jaar lang met elkaar te zaalvoetballen. Nee. En waar hun dat wel konden doen. En dat is gewoon een gemis. Ja. En dat vind ik ook wel jammer. Want als je kijkt, kijk, ik ben een goede speler geweest. Alleen in de top hebben we niks gewonnen. Nee. En dat is wel frustrerend. Omdat je denkt van, ja, weet je, als we daar liepen,
kon ik mezelf meten met de beste, alleen we konden niet worden. Nee. Maar dus als je terugkijkt, dan gaat het eigenlijk over de randvoorwaarden. Dus dat je had de spelers wel, maar je had de faciliteiten niet. Klopt. Ja. Hoe ging de groep er destijds mee om? Hoe bedoel je qua... Nou ja, ik kan me voorstellen, precies wat jij nu aangeeft, dat hadden jullie destijds ook. Je slaat ene jaar Brazilië met 6-1, dan kom je een jaar later tegen, worden zij wereldkampioen. Ja. Ja, nee, ja, dat was wel frustrerend. Alleen, wat ik zeg, je hebt het niet echt door wat er allemaal gebeurt en wat op dat moment speelt. Kijk, je moet eigenlijk de focus hebben dat je het EK wil winnen, bijvoorbeeld. Ja. Want we hebben het eerste EK dat ik heb gespeeld in Spanje. Ja. Die hebben wij verloren, de wedstrijd tegen België. Maar die wedstrijd hadden we denk ik 10-1 moeten winnen of zo. Maar op dat moment verliezen we hem en eigenlijk is het toernooi weg. Terwijl je gewoon zo'n focus hebt met elkaar dat je gewoon die wedstrijd wint, hadden wij het EK kunnen winnen. Ja. Ja, het gek is, hè, dat is de generatie voor mij, De Bever, Grunholz, nog meer van die grote namen. En daarna is het eigenlijk ook langzaam een beetje afgezakt, toch? Het niveau van het Nederlands team. Moet ik zeggen, ik heb maar 57 interlands. Ik ben op een gegeven moment gestopt rond me, bij het Nederlands team om 28 of zo. Ik ben om 35 teruggekomen volgens mij. Maar waarom ben je gestopt? Ja, het was ook een beetje visiedeling. Ik was van een gegeven moment de dingen die je net zei, dat ik vond dat het niet klopte, zeg maar. Ja. Dat ik was niet eens met hoe het eraan toe ging toen. Ja. Ik heb er toen wat van gezegd en ik ben gestopt. Hoe heb je dat gezegd? Op een hele nette manier was je boos? Ik denk dat ik gewoon voor inhoudelijk dat heb verwoord. Ja. Maar ja, goed, dan ben je speler en dat zie je wel vaker, daar heb je niet zoveel invloed op. Maar toen ben ik volgens mij met 35 teruggekomen. Toen hebben we alsnog met die groep, talentvolle groep met Said en Morabetti, Joey naar God. Die gasten allemaal. En daar hebben we voor mij een leuke kwalificatie gespeeld en een goed EK. Ja. Maar dat tekent je wel, toch? Eigenlijk dat eigenlijk de winnaar die jij bent, dat je op je 28ste... Nou, voor mij, fysiek gezien ben je dan in ieder geval in je top, hè? Als voetballer of als zaalvoetballer. Maar dat jij dan zegt, of we gaan het op de goede manier doen, of ik stop ermee. Ja, klopt. Ja, dat was ik wel. Kijk, ik had wel een bepaalde idee over hoe het moest gaan. En niet dat ik dan helemaal anders moest gaan, maar ik vond wel dat een bepaalde visie miste toen. Ik weet ook niet meer hoe dat helemaal zat. Ja. Maar ik weet wel dat ik het er niet mee eens was. Maar bij wie gaf je het dan aan? Bij de bondscoach? Ik denk dat ik het toen bij Groenewoud heb aangegeven, ja. Ja. En wat zei die? Ja, ik weet niet meer precies inhoudelijk hoe dat ging, maar ik weet wel dat ik dat toen niet mee eens was. Over een aantal zaken. En ja, toen ben ik daar even mee gestopt, maar later wel weer. Ja. En waarom hebben Olympische status gehaald, hè? Met, ja. De A-status, toch? Ja, kregen jullie toen, ja. Nee, waarom ik het aanhaal? Said gaf zondag aan, en toen was op het eind van het gesprek, en die zei, wat hoop je te bereiken nu, hè, met Oranje, met een EK in eigen land? En toen zei hij, ik hoop dat er wat meer liefde ontstaat binnen de KNVB voor het zaalvoetbal. Dat mensen gaan realiseren hoe mooi de sport is, en wat er ook voor nodig is om hem, hè, niet alleen in de top, maar ook in de breedte te groeien. En als ik dit verhaal van jou hoor, nou, jij gaf het toen op je 28ste al aan. Ik ben nu ietsjes ouder, ben je. Maar je gaf het toen op die leeftijd al aan. Klopt, maar dat is altijd wel een beetje het probleem geweest. Ik denk dat het daar ook over ging. Dat de waardering voor de sport, zeg maar, nu nog wordt het kleiner gemaakt dan dat de sport uiteindelijk is. Ja. Het wordt een beetje gedaan als natuurlijk een circus act. Terwijl het eigenlijk gewoon een topsport is. Ja. Want je moet er fysiek heel veel voor doen. Maar het wordt ook gekscherend met het zaalvoetbal en het veldvoetbal vergeleken. Dat het fysiek niet eraan toe gaat. Maar ik weet wel dat ik voor het eerst interlands ging spelen in het buitenland. Nou... Ik wist niet wat ik meemaakte, want dat ging echt de keihard op. Ja? Ja. Maar dat met handen geven moest je opletten. Wat dan? Ja, dan kon je wel eens een harde hand krijgen. Of dus op een gegeven moment werd dat altijd een rustige box. Of die hand was wat hard af en toe. Wat waren nou de smerigste landen? Ja, ik denk Argentinië ook, Uruguay. Oh, leuk. Je zit zo meteen tegen die Argentijnen. Ja, dus die jongens moeten opletten met de hand geven? Ik zou het nooit doen. Nee? Nee, niet. Argentijnen doen. Nooit een hand geven? Nee, gewoon een box. Oké, gewoon een box. Oké, heel goed. Het steekt je wel, hè? Want toen je hier aankwam vandaag, toen gaf je het ook al aan, hè? Dat hij zei, de waardering voor zaalvoetbal, voor voedsel, is nooit zo als bij normaal voetbal. Nee, klopt. Je zal altijd onder sneeuw blijven natuurlijk bij het grote voetbal. Ja. Ik zeg het even zo, omdat het gewoon qua alles op en aan gewoon altijd minder zal zijn. Ja. Denk je dat die werelden wel veel van elkaar kunnen leren? Zaalvoetbal en veldvoetbal? Ja, ik denk wel een tactiek, ja. Ik denk dat het zaalvoetbal tactisch... Het veldvoetbal heeft heel veel daarin toegenomen. Ja. Maar toen ik vroeger voetbalde op het veld... Ja. Heb ik niet veel van mijn trainers meegekregen hoe ik moest voetballen of knijpenkant zoals we nu doen. Nee. Maar in de zaal werd al wel gezegd over tactiek. Ja. Wij dachten wel allemaal plannetjes. Ja. Om wedstrijden te winnen. Ja, ik vond het heel mooi, want zondag zat een van de assistenten van Frank de Boer afgelopen zomer, Maarten Stekelenburg, zat ook te kijken. En die zei, het is zo fascinerend hoe goed er druk gezet wordt in zaalvoetbal.
Hoe duidelijk afspraken zet, hoe hoger druk wordt gezet. En het tactisch vermogen ligt enorm hoog bij, ja. Op dit niveau. Moet ik wel zeggen, als ik dan die wedstrijd zie, dan ga ik de hele tijd zitten tellen. Als ik, wat dan? Ja, nee, je ziet in druk zetten bijvoorbeeld. Gisteren, ja. Ik had die beulers zien. Dat gaat de hele tijd heen en weer. Dan denk ik van, zet er eentje terug om zeg maar weer makkelijk naar voren te kunnen. Is dat dan de trainer? Nee, dat is gewoon wat ik vroeger ook had. Oké, ja. Als de tegenstander met veel mensen naar voren komt, moet je proberen te lokken en dan de kant. De lokpaas en dan erover? Ja. Oké, nou misschien zit de bondscoach niet te kijken. Ja, die was meer van de looplijnen. Ja, zeker. Wel opvallend, je bent een icoon in het zaalvoetbal, hè? Legende, hoe ik je net aankondigde. Toch heb jij je volledig gefocust nu op het veldvoetbal, hè? Waarom is dat? Ik denk dat je er wat vaker mee bezig kan zijn. Het is gewoon mijn beroep geworden, het voetbal. Dus wat dat betreft, ik zit bij ADO. Ik ben daar assistenttrainer nu. Ik ben bij Quickboys hoofdtrainer. Ik doe ook Sparta nog bij. Dus ik ben fulltime voetbal eigenlijk bezig. Coach betaald voetbal doe je? Coach betaald voetbal doe ik. Dus alles bij elkaar maakt gewoon dat ik... Ik denk dat in het zaalvoetbal niet gaat vinden. Maar, want dat zei Saïd bijvoorbeeld. Hij zei, we hadden het over dromen. Laten we dromen dat we ooit een profcompetitie hebben met 8 teams dan. Een gesloten competitie waar iedereen prof is. Dan zou jij dus wel een keuze kunnen maken. Oké, ik word prof op het veld of ik word prof trainer in de zaal. Dat zou ideaal zijn, maar als ik de ontwikkeling zie, zal dat er moeilijker worden. Ja? Waarom denk je dat? Omdat ik denk dat ten alle tijde het publiek bepaalt. En dat moet vol zitten. Ik weet niet hoe de zalen nu zijn. Maar ik weet wel dat in onze tijd dat er helemaal vol zat. En dat er veel werd uitgezonden over. Ja. Dus waarom kennen de mensen? Omdat ze je hebben gezien. Ja. Dus eigenlijk, Saïd is ooit zo gaan voetballen. Die keek op SBS, keek hij de samenvattingen van zaterdag. Toen zei hij, dat wil ik doen. Dat is eigenlijk een begin. Hè? Voor mij is de Eredivisie nu ook mee bezig, hè, met zaalvoetbal. Dat iedereen in ieder geval op YouTube, ik weet niet of dat dit seizoen is of volgend seizoen, gewoon de wedstrijden kan kijken, hoogtepunten kan kijken via sociale media. Dat is alweer een eerste stap natuurlijk. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel belangrijk dat het in beeld wordt gebracht. Ja. En dat de voorbeelden krijgen in die sport is altijd belangrijk dat er een icoon komt. Ja. Dus dat er gewoon een voorbeeld komt voor andere jongere sporters die dan willen volgen. Ja. Dus eigenlijk, wat je zegt, het is niet zo ver weg. Maar je moet eerst duidelijk in beeld gaan brengen. Nou, dan zien mensen het vanzelf, hè? Op social of op YouTube zien ze hoogtepunten. En dan komt er ook weer animo. Dat lijkt mij wel, ja. En ze moeten dicht bij elkaar zitten. Dus dat er meerdere teams goede spelers hebben. Ja. Dan kun je elkaar goed concurreren. Ja. Als je kijkt naar het komende EK in eigen land. Amsterdam en Groningen als speelsteden. Hoeveel zin heb je erin? Ik vind het wel leuk om te gaan volgen. Ja. Ik denk dat het goed is dat het hier gehouden wordt. En het is natuurlijk een moment om de sport te promoten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we het ook goed doen. Ja. Ik denk dat het ook wel meetelt. Dus ik vind het wel een interessant iets. Wat zijn nou de gouden tips die je deze selectie mee wil geven? Ja, bewust zijn met welk doel je dat de EK speelt. Want je mag het niet zo vaak doen. Dus als je het doet, kun je maar beter zorgen dat je het zo hoog mogelijk resultaat behaalt. Ja. Maar want wat hebben jullie laten liggen met die gouden... Ik weet niet of het de gouden generatie is wat jullie hadden. Maar jullie hadden in ieder geval meer uit kunnen halen. Ik denk het wel. Alleen hebben toen ook beginjaren, wij kwamen toen door. Maar ik denk dat wat wij hebben laten liggen is misschien op het EK gewoon minimaal een brons plakpak. Dat had wel gemoeten. Ja. Alleen wij waren toen in die kwalificatiereeks. Omdat we geen eerste werden, waren we er al eigenlijk klaar mee. En dat hadden we niet. Echt? Ja. We hebben tegen Italië toen niet 100% kunnen gaan. Omdat het gewoon die teleurstelling van niet die finale halen. Maar achteraf had je die andere finale gewoon moeten winnen. Goed, andere tijden. Ik kijk even naar de zaal. Of er vragen zijn vanuit de zaal. Want het is altijd lastig. De eerste die dus durft op te staan, die een vraag heeft aan Edwin. Helemaal niemand? Kijk. Keurig naar de microfoon. Dat veld en zaal, ik vind dat goed te combineren is. Alleen bijna alle trainers vinden dat niet die op het veld hun spelers hebben lopen. Dus daar loop je ook altijd heel erg tegenaan. Dus je kan soms hele goede spelers vanuit het veld proberen te halen in de zaal. Maar als die bijvoorbeeld op een bepaald niveau spelen, en dat begint soms al bij eerste klas, dan staat er gewoon in de contracten dat ze niet mogen zaalvoetballen. Ja, ik denk als dat gewoon blijft, dan kom je nooit echt een steek verder. Quickboys, welk niveau is dat nu? Tweede divisie. Ja, mogen ze bij jou in de zaal spelen? Nee, we spelen op zaterdag. Dan zou je op vrijdag spelen tot vrijdag. Ja, dat is niet te doen. En jij kon het toch ook vroeger? Ik speel op zondag. Oh,
Dan kan het wel. Vind ik het beter. Vind ik het beter. Nee, maar dus stel maar dit is een goede vraag, want dit gebeurt vaak in het amateurvoetbal. Stel dat het zaalvoetbal dan naar de donderdagavond gaat. Ja, dan trainen jullie. Dat trainen vind ik niet zo'n probleem als je elke dag traint. Nee, dus ik ben daar sowieso dwars van, want ik ben wat dat betreft, omdat ik het zelf heb gedaan. Ja. Ik denk als je licht goed verzorgt, kan je heel veel aan. Nee, maar bij Quickboys trainen jullie maandag, dinsdag, donderdag? Wij trainen maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag voetbal. Dus als iemand zegt, oké, trainer, ik speel Eredivisie, de Eredivisie gaat naar donderdag, ik kan alleen maandag, dinsdag trainen bij Quickboys. We hebben iets langer herstel nodig, hè? Dat weet je ook. Ja? Dus ik ben dan voorstander, als ik het op zaterdag zal doen, dat het op woensdag plaatsvindt. Oké. Maar dan zou het wel mogen van jou? Als ik het niet weet. Nee. Ja. Co-Adriaans wist het ook niet bij jou. Maar gewoon een eerlijke vraag. Wat vind jij? Mijn voetbalhart zegt ja. Oké. Als ik mijn voetbalhart zeg ja. Alleen met contracten, tweede divisie, betaal best wel een hoop centjes voor spelers. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze voorzichtig zijn, ja. Want als je dan nadenkt, hè, hoe je de Eredivisie voetbal beter neer kan zetten. Moeten we dan ook gaan nadenken, gewoon tweede divisie, derde divisie, soms hoofdklassers, betalen gewoon heel veel geld. Dat we gewoon met die competitie naar een andere dag moeten. Zodat het misschien wel te combineren is. Dat is wel een beter. Kijk, als je dicht op je wedstrijd zit, is het lastig. Ja. Kijk, als je wat meer tijd hebt om te herstellen, dan kan jij bijvoorbeeld de woensdag spelen. Kun je op zaterdag ook gewoon wedstrijden spelen. Zo was het altijd. Ja. Denk je dat dat een oplossing is? Nou, ik denk dat het heel lastig is, aangezien je hebt natuurlijk amateurclubs die hebben een hele grote historie. Hmm. Kijk, je kan wel tegen IJsselmeervogels zeggen, je moet op zondag gaan voetballen, maar dan gaan ze natuurlijk niet doen. Nee, maar dus eigenlijk het voedsel verplaatsen, in plaats van de vrijdagavond naar een andere avond. Ja, vind ik wel een lastige, want vrijdagavond is meestal start van het weekend. Ik denk wel dat dat ook belangrijk is, denk ik, voor mensen om te gaan kijken. Door de week is denk ik toch wel lastig. Maar goed, als dat een oplossing zou zijn. Maar kijk, weet je wat het probleem is? Kijk, een trainer zegt vaak misschien wel van, dat vind ik niet zo'n probleem, want ze worden er alleen maar beter van. Want ik ben ervan overtuigd, als je het combineert, word je ook een veel betere veldvoetballer. Alleen een technische commissie en de mensen die daar centjes betalen zeggen, ik betaal 10.000 of 20.000 euro voor zo'n speler. Als hij gaat zaalvoetballen, raak geblesseerd. Maar dat is ook de grootste onzin die bestaat. Ze denken altijd dat je geblesseerd raakt met zaalvoetballen, maar dat slaat helemaal nergens op. Want als je gewoon goed tapet, is er helemaal niks aan de hand. Maar dat is nog steeds die vooroordelen. En daar lopen we eigenlijk al 20 jaar tegenaan. En dat is echt soms heel, heel frustrerend. Dus ik denk dat je een veel betere Eredivisie, Eerste Divisie kan krijgen als je gewoon, als er op het veld ook gedacht wordt dat als je het combineert, dat die spelers beter worden, zeg maar. En een trainer maken me daar niet zo zorgen om. Maar het is vaak een commissie of de sponsoren die heel veel invloed hebben. En ook dat snap ik wel weer vanuit hun kant. Alleen, het is vaak een visuele cirkel. En met name in Spanje en Portugal gaan ze eerst zaalvoetballen voordat ze gaan veldvoetballen. Ja, dan hou je ook als heel je veel jongens. Misschien een idee, als je de wedstrijddag verplaatst en je bent speler en je hebt zelf ook een positie. Ja. Stel dat ik wil voetballen in zaal en op veld en ik zeg, ik kom als ik dat mag doen. Ja. Nee, dat klopt. Maar ja. Maar dat is misschien een lastige maand. Dat had ik wel gedaan. Maar goed, voor mij, het voorbeeld werd zondag aangehaald. In Amsterdam heb je nu de samenwerking tussen Lebo en amateurclub DCG. Waar ze in de jeugd één dag minder op het veld trainen. En dan trainen ze in de zaal. En ze laten de jeugd ook op vrijdagavond een wedstrijd in de zaal spelen. Dus dan groeit de jeugd er ook mee op dat het gewoon heel normaal is om in de zaal te spelen. Als onderdeel van de ontwikkeling van jeugdspelers. Ja, dat zijn sowieso hele goede ontwikkelingen, denk ik. Nee, maar als je hier kan staan, dan kunnen de mensen het thuis. Oh, er komt een rij aan. Uitstekend. Het wordt nog druk. Gezellig. Nee, inderdaad, er wordt nu heel veel gefocust, vind ik eigenlijk, van op het veldvoetbal. De combinatie in het zaalvoetbal. Ja. Hè? Dus, maar ik denk, waarom kan er niet binnen die specifieke zaalvoetbalclubs, het is toch een eigen sport, gewoon ook een betere jeugdopleiding. Hè? Dat daar een bepaalde ontwikkeling en ook geïnvesteerd wordt. Mm-hmm. Hè? Zodat je die talenten, zoals eigenlijk binnen het veldvoetbal ook zo'n jeugdopleiding natuurlijk van groot belang is, dat ook meer in het zaalvoetbal komt. Maar gelooft u dan eerst dat zaalvoetbalclubs dat zelf moeten doen? Of moeten ze juist de samenwerking gaan met de huidige amateurclubs? Nou ja, hoe ze het vormgeven, inderdaad, of dat in combinatie met veldvoetbal. Maar waarom zou die inderdaad de clubs uit de Eredivisie zelf ook niet die interne opleiding en zelf proberen het aantrekkelijk te maken dat die jeugd het zaalvoetbal ingaat? Ja. Nou ja, goed, maar dat geldt voor heel veel jeugdspelers. Die komen toch ook niet in. Ja.
Ik weet niet of iedereen het hoort, dus ik herhaal even wat je zegt. Vanuit het veldvoetbal wordt er gezegd, hè, als je vanuit de jeugd van Ajax je ontwikkelt, krijg je op je 16 je eerste contract. Ja. En dat is in het voedsel, is dat niet? Nee, maar je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja. En ik denk wel, inderdaad, gezien de problematiek, die combinatie veld en zaal, hè, dat je toch ook meer moet focussen op intern. Hè, ja. Dat je ook die jeugd binnen zo'n zaalvoetbalclub, daar ook eens kijkt inderdaad, wat zijn de ontwikkelingen? Hè, bedoel, je ziet dat op meerdere takken. Je ziet ook van hoe moeilijk het was, het vrouwenvoetbal bijvoorbeeld. Zeker. Hè, en dat heeft ook een bepaalde ontwikkeling ondergaan. Ja. En misschien kan inderdaad binnen die veldvoetbalclubs, die profclubs, misschien ook wel een tak voetbal gaan ontstaan. Nou, dat is een goede vraag. Daar hadden we het afgelopen zondag over. Hè, dat, je hebt natuurlijk Feyenoord. De optie werd geopperd Leekst Eagles vroeger. Hè, als FC Groningen dat dan adopteert in Amsterdam. Of je dan Ajax voetbal hebt. Geloof je daarin? Als gewoon profclubs dan in de Eredivisie ook een voetbaltak hebben? Ik kan me wel voorstellen dat ze bijvoorbeeld jeugdvoetballers dat laten doen om zich te ontwikkelen. Maar ik geloof niet dat een BVO gaat investeren in een seniorenteam op zaterdag. Maar waarom niet? Ik zie die belangen niet voor hem. Nou, je ziet het bijvoorbeeld in Portugal, hè, van bij de Champions League winnaar. Lissabon. Barcelona doet het al jaren. Ja, ik was eigenlijk vergeten de verhalen zoals ze waren. Maar ik hoor, het is eigenlijk nog niet veel veranderd. Nee. Want het blijft dezelfde insteek hebben. Dat ja. Het zaalvoetbal altijd een beetje moet opknokken tegen het veldvoetbal. Maar dat had het vrouwenvoetbal natuurlijk ook. En die heeft een enorme boost gekregen natuurlijk. Door deze gouden generatie met het EK in eigen land. Dan zou je dus kunnen kijken als we het nu dit naar het voetbal doen. Dat dit het begin kan zijn van een vernieuwing in de voetbalwereld. Klopt. Maar je geeft wel aan wat ik daarnet zei. Dat een prestatie bepaalt. Dus ja. Op een gegeven moment als een... als een bepaalde sport succesvol is, dan krijg je volgers. Ja. En daar heb je wel behoefte aan. Dat Nederlands elftal moet een keer een leuke prestatie maken. Ja. Misschien wat meer animo voor de clubteams. Want het is financieel vaak toch lastig. Ja. Dat hoor ik ook. Dus en jeugdvoetbal, dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar je moet het allemaal wel organiseren. En vaak denk ik dat met zaalvoetbal ook veel vrijwilligers zijn. Veel. Zeker. Dus dat is altijd lastig. Ja, dat is sowieso lastig. Ik verstaan, ja. Wij zitten bij zaalvoetbalvereniging Hove Kubo. Wij doen ontzettend veel met de jeugd. Je leest het waarschijnlijk wel op de socials ook. Het is natuurlijk... En ook de mensen te vinden binnen de club die dat kunnen regelen. Mm-hmm. Het is echt keihard aanpoten. Vanuit de clubs willen wij ontzettend veel. Mm-hmm. Maar vanuit de KNVB is er al jaren is het een beetje doodgebloed. Ja. En je geeft het nu net ook aan met het damesvoetbal. Ja, dat heeft natuurlijk een boost gekregen, ook door het EK. Ook mede doordat het ook een Olympische sport is, wat zaalvoetbal helaas niet is. Terwijl het eigenlijk dat wel zou moeten zijn. En dat is de reclame. Kijk, de KNVB heeft natuurlijk de connecties, de lijnen, de grote sponsoren. Die hebben wij allemaal niet. Nee. Wij moeten het allemaal uit vrijwilligerswerk doen. Wij hebben geen betaalde mensen. Dus ja, dat is op slot niet meer op te brengen. En nu met voedsel kennen er heel veel. En ik hoop ook dat ze dat na het EK ook door blijven zetten. Vooral voor onze spelers, want die verdienen dat gewoon. Want dat zijn echt topgasten. En ja, jeugd is heel belangrijk. Maar ook vrijwilligers. Jullie zijn even een grote naam, hè, in de Eredivisie. Hoe ziet, zeg maar, als je naar jullie club eruit kijkt, de komende 10 jaar uit? Wat proberen jullie te bereiken? Nou ja, dat is lastig. Want we hebben natuurlijk een verleden dat er al jaren werd er heel veel niet gedaan voor de clubs. Ja. En ook voor de spelers niet. En nu gelukkig wel wat. En daar hopen we dat ook die lijn doorgezet wordt. Er komt ook inderdaad een camerasysteem in onze sporthal waarbij zaalvoetbal gevolgd kan worden. En ja, dat is hard nodig. Ja. Je moet promotie hebben. En net wat Edwin ook zegt, ja, de dagen veranderen van voetbal. Wij hebben dat nu, moeten wij dat ook doen vanwege de voorbereiding op het EK. Ja. Moeten wij op vrijdag gaan voetballen? Ja, dat scheelt je 30%, 40% aan toeschouwers. Dat je op zaterdag speelt. Want mensen komen vrijdag thuis van hun werk. Die zeggen niet, ik ga even lekker naar het zaalvoetbal terwijl ik dat op tv kan volgen. Ja. Ik ga liever zaterdag bij wijze van spreken. Dat is echt een enorme... Kijk, en in de tijd van Edwin, ja, net wat hij zegt, er zaten de zalen vol. Maar voor dat soort spelers kwam je naar de zaal. Ja. En daar hebben we er nu ook heel veel van lopen. Maar we moeten wel nieuwe Edwins gaan opleiden. Want werken jullie al samen met amateurclubs om te kijken wat ze bijvoorbeeld bij Lebo... Ja, wel gedeeltelijk. Ja. Maar het is gewoon heel erg moeilijk. Het blijft gewoon een aparte. Je moet veld en zaal blijven ze apart zien. Ja. Dat is heel erg moeilijk. Ja. En ja, je moet promotie hebben. En de KNVB heeft de mensen en de lijntjes daarvoor. Dus die zullen eraan moeten trekken. Ja. En natuurlijk ook met een ster als Edwin. Ja, die kan je erbij hebben. Ja. Okay. Ik vind het mooi dat hij het doet. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, je mag eindelijk. Je stond lang in de rij. Ik ben heel benieuwd naar de vraag nu. Maar is het niet gewoon een kwestie van faciliteiten? Want moet je nou per se een sporthal hebben om zaal te voetballen? Nou ja, nu is het zo, want heel veel clubs hebben verenigingsleven erachter, amateurclubs. Ja. Maar zaalclubs niet.
sporthal is niet van ons hier. De kantinerecepten zijn niet van ons. Nee. Wij moeten 90 euro per... Hoeveel moeten we betalen, Henry? 90 euro per uur of zo, om alleen maar zaal te huren? Nou, ga dat maar even huren voor de jeugd. Ja. Bij het veld, nou, gemeente potst de veld neer en hoppatee, ga met die banaan. Ja. Kun je niet gewoon dan een veldformaat maken? Gewoon op het veld, naast de veldclubs, zodat je dat op die manier faciliteert. Ja, ja, maar dat is een goeie, want ja. je hebt het nu over zaal, maar je zou natuurlijk ook buiten kunnen trainen, precies. Op straat. Precies, dat is eigenlijk hetzelfde spel. Alleen, ja, de formaat van het veld is kleiner. Ja. Je hoeft niet pesten naar een sporthal, maar waar wij toch eigenlijk belemmerd worden, is sporthal huren. Wij zitten nu ook te bakkeleien, dan gaat er een keer een training niet door. Oh, 90 euro huur is weg. Nou, moest je op het veld kijken wat daar verbrast wordt, want we betalen miljoenen aan velden. Elke club die zegt van ik heb een vereniging. Ja, kijk eens even hoeveel grond eraf wordt gehuurd om allerlei velden te faciliteren. Worden 3 miljoen, wat kost een kunstgrasveld? 4, 5 miljoen euro of zo? Maar dit is meer gemeentewerk, toch? Nee, maar ik bedoel, daar moet de KNVB ook wat mee. Kijk, ja. Verenigingsleven, dat zit bij de veldclubs. Ja. Ja, jullie hebben een mooi verenigingsleven, over Cubo. Maar jij volgens mij die hal, ik weet niet wat... Ja, nee, precies. Maar dat hebben heel veel zaalclubs hebben dat niet. Die komen zo'n sporthal afhuren. Sportcafés van hun eigen uitbater. Veld moeten ze huren, zaal moeten ze huren. Volgens mij, Veenendaal wil je ook iets opstarten. Moet je al 5000 euro neertellen als je promoveert. Het is bijna een straf om te promoveren. Hè? Want dan moet je zaal 4 uur huren, dat huren, dat huren. Je moet 5000 euro regelen. Maar je hebt geen inkomsten aan verenigingsleven erachter. Nee. Ja. Ja. Maar dus, wat voor mij heeft de KNVB, hè, er mag meer liefde richting een voedsel, maar voor mij zijn dit ook gewoon dingen die gewoon gemeentes bepalen, toch? Ja, in combinatie met, want ja. We zeggen tegen veldclubs, ja, je bent een veldclub of een zaalclub. Ja. Waarom faciliteren, beginnen we daar niet mee van, oké, ga maar eerst even op het veld zo'n formaatje neerleggen. Ja. Spelregels hetzelfde als in de zaal, alleen niet buiten, maar niet binnen, maar buiten. Ja. Begin daarmee, dan doet de veldvereniging, biedt dat gewoon aan. Begin daar alvast mee. Wij proberen ook een samenwerking met een club in Ede te realiseren. Maar dan loop je toch tegen het ding aan van, oké, willen ze trainen? Dan moet je eens regelen een zaal. Welke zaal wordt dat dan? We hebben Ede, hoeveel? 4 hallen volgens mij. Want nog krijg je het dan bijvoorbeeld elkaar met dat volleybal en al dat soort gedoe. Ja, en in het veld hebben ze 6 velden over. Ja. De wijze van. Dus ik zie daar volgens mij meer een oplossing. Dat je niet je beperkt tot hallen. Nou, beginnen we met zaalvoetbal op het veld. Nou, dat is grappig. Saïd is tot zijn 18 op de straat. Jij bent op straat begonnen. Eigenlijk, want zonder dat al die voetbalclubs zeg maar, ja. al hun velden moeten afstaan aan zaal. Ja, op straat, hè. Kijk ja, maar naar, straat. Ja, kijk naar Touzani. Ja, nou, dat zit vol. Volgens mij heeft hij hoeveel... Ja. Cruijffkoorts. Ja. Daar begint het al een beetje bij. Als je dat formaat aanhoudt en de spelregels van het zaalvoetbal hanteert. Want ja, het is wel lekker fel, weet je. Het wordt ook nog een beetje, het imago moet er ook vanaf, hè. Maar mag ik dan een vraag terugstellen? Want we halen net Touzani aan. Voor mij een heel goed uithangbord van het voetbal in Nederland. Zeker het straatvoetbal is FC Straat gestart. Ja. Voelen jullie dat dan ook als voetbalclubs terug, zeg maar? Dat de jeugd ook meer interesse krijgt in 5-5 en in zaalvoetbal? Nog niet heel erg. Nee, de link met zaalvoetbal wordt nog te weinig gelegd daarin. Ja, bij jullie dan. Maar goed, nogmaals... Sorry? Ja, en dan kun je onderling wat spelen, maar ja... Ja, dat is 100%. Wij merken er weinig van. Wij zitten hier in Ede. Ik ben toevallig de trainer van Ede. Maar ja, als je hier dan iets gaat oprichten, tegen wie moet je dan spelen? Stel dat je hier met jeugd begint. Over Cubo, ja. Gaan we met jochies van, weet ik veel auto op zaterdag helemaal naar Horen rijden. Nee, dat schiet niet op. Kijk, jullie kunnen waarschijnlijk met Marlene wat doen en daar in de regio. Maar wij hebben dat hier niet. Dus ja, goed, tuurlijk. Het is een uithangbord. Het is goed dat het er is. Ja. Maar hij zegt nog niet van, ga lekker zaalvoetballen. Dat zegt hij net niet. Maar hij laat wel zien, en ik denk dat zonder dat te zeggen, hij laat wel zien hoe, en dat bedoel ik niet om het veldvoetbal nu in een kwaad daglicht te stellen, maar dat het FC Straat, dat 5-5, heeft natuurlijk eigenlijk alles wat de jeugd leuk vindt, hè? Er zijn heel veel prikkels, er is heel veel mogelijkheden voor acties. Ja. Terwijl je soms met 11-11 als jongetje of als meisje die voetbalt, gewoon heel vaak de bal niet hebt. Dan sta je gewoon heel lang te wachten. Ja, zeker. Veel meer balcontact. Ja. Hij stimuleert natuurlijk ook wel de akkers en de panna's. Nou, ja. Ik denk dat Edwin ook zelf, nou, dat is voor mij niet nodig. Nee. Kijk, wat je met zaalvoetbal natuurlijk heel veel leert, is looplijnen, tactisch. Ja. Hoe sta je goed, hoe ga je verdedigen? Dat soort dingen worden daarin niet meegegeven. Maar het is wel goed dat ze in ieder geval daar zichzelf ontwikkelen. Maar vanuit daar moet dat wel doorstralen van oké, als ik dat leuk vind, dan moet je ook dan is zaalvoetbal misschien iets meer voor jou dan het veldvoetbal. Nou, maar die link zie ik daar nog niet gelegd worden. Het is daar meer van lekker voetballen. Dat is een hele goede ontwikkeling, dat ik dat zeker moet doorzetten. En misschien wat meer zaalvoetbal eigenlijk erin moet gooien, dat zo is. Hij nodigt volgens mij ook wel wat zaalvoetballers uit in zijn filmpjes. Ja. Dat zie ik wel, dus dat doet hij dan nog wel. Maar Zie je dan niet? Sorry? Ik heb die films ook gezien. Ja, jij weet er niet dat het is. Van Eindhoven, ik herken ze. Ja. Maar is dat niet?
zaalvoetbal. Hij voetbalt bij FC Eindhoven. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. Dus wij herkennen ze inderdaad, maar de mensen die kijken en die het niet kennen, die herkennen niet Sharawi, die ja. staat hier straks op het veld. Zeker. Ja, die zat ook in zijn filmpje, maar niemand die weet, oh, dat is een bekende zaalvoetballer. Dus ik zie daar echt veel mogelijkheden in de faciliteiten op het veld in combinatie met veldvereniging. Ja. Heel goed. We krijgen allemaal tips. Geen vraag, maar... Nee. De gemeente heeft natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. De gemeente kan daar ook in faciliteren. Ja, wat ik zeg, natuurlijk, ik denk dat de KNVB veel meer kan doen. Maar ik denk dat ook gemeentes, in plaats van dat ze weer een nieuw kunstgrasveld neerleggen, wat voor mij 2-3 ton kost, kan je ook nadenken, oké, we gaan wat meer veldjes faciliteren, al is het op straat, maar waar kinderen 5-5 kunnen spelen. Nou, competities organiseren, zo zijn we zelf ook begonnen. Gewoon in je wijk waar je woonde, speel je gewoon een competitie tegen andere jongens, wat ik net zei. Ik denk dat het ook een motivatie kan zijn. A, het financieel gezien, dus je kan voor laag inkomsten kan je sporten. Ja. En je kan aan die sport wennen en ermee eens worden en je daarin ontwikkelen. Ja. Dus ik denk dat de gemeente daar ook, in de regio waar ik zit, proberen we dat wel al te promoten. Maar het gebeurt eigenlijk te weinig. Ja, ik zag in Rotterdam hebben ze nu de Verenigde Straten. En dat is voor jeugd dat ze een app hebben. Of ze kunnen een app downloaden. En dan kunnen ze kijken welke straten waar er gevoetbald wordt. En dan kan je met jouw team kan je elkaar gaan uitdagen. Nou, eigenlijk is dat het principe. Dat is toch top? Ja, maar je leert ook voor jezelf opkomen, organiseren. Ja. Ja. Zijn er nog meer vragen? Of meningen? Of frustraties? Mag allemaal hier hoor. wij horen het wel aan hoor. Wij praten gewoon toch? Ja, dat is nog een vraag. Je zei, de nieuwe selectie hier, de selectie die hier straks de TK gaat spelen, moet er ervan genieten en focussen op een einddoel. Maar je hebt zelf voor volle zalen gespeeld. Straks zitten er hopelijk misschien 10.000 man in de Ziggo Dome. Heb je ook tips hoe ze in één keer met die druk om moeten gaan bij zo'n EK? Ja, misschien heel flauw wat ik ga zeggen, maar je moet eigenlijk zorgen dat je niet die druk krijgt. Want dan krijg je er last van en dan ga je blokkeren. Dus ik denk dat je gewoon moet vertrouwen op wat je als speler waar je goed in bent. Dat je dat moet doen. En als je daar vertrouwen in hebt, hoef je niet zenuwachtig te zijn. Dan ga je gewoon je prestatie leveren en dan ga je ervan genieten. Dus dan voel je geen druk. Nee. Ik heb zelf dat nooit ervaren. Ik vond het geen prettig gevoel. Ik denk, ik heb beter gevoel niet hebben. Ja. Ja. Was het leven maar zo makkelijk, Edwin? Ja, maar zo is het wel. Zet dat gevoel even uit. Ja, nee, maar dat gevoel is niet nodig. Dus. Nee. Je kan voor jezelf beter denken, ik ga gewoon lekker genieten en die ballen, met die bal aan de gang. Maar denk je dat het ook, wat voor mij, als ik wat Oranje Leeuwinnen sprak na het EK in 2017, dat was ook ineens volle stadion, maar die hebben het echt omarmd als ze maar extra kracht tegen de tegenstander. Straks, als je in de Ziggo Dome speelt, wie ook loodt, er zullen weinig supporters zijn van andere landen, die hele hal staat achter. Klopt, maar dat voordeel hebben wij natuurlijk ook wel eens gehad met kwalificaties. Dus die schreeuwen je wel doorheen. Ja. Dus geven ook een boost om ervoor te presteren. Maar ik geloof niet dat dat een druk hoeft te zijn. Dat kan alleen maar zijn van, misschien voor de trainer kan het misschien wel soms wat lastig zijn. Want die doet niet mee in de zin van dat je op het veld loopt. Maar ik denk voor de spelers kan het gewoon een hele mooie ervaring zijn waarvan je moet genieten. Tuurlijk heb je wedstrijdspanning, maar je moet niet proberen te belemmeren dat je daar doorblokkeert. Nee. Nee, je moet het omarmen. Goed voorbereiden. Goed voorbereiden. Zo belangrijk. Ja, oké. Iemand anders? Kijk. Ik heb niet per se een vraag, maar ik vind juist dat die combinatie van veldvoetbal en zaalvoetbal veel meer gemaakt moet worden. Want als ik kijk naar mezelf, ik denk een jaar of 14 was ik volgens mij. Mm-hmm. Toen voetbalde ik, kom bij Alkmaar vandaan, zat ik bij Kolping Boys. En daar hadden wij een trainer. En wij trainen op dinsdagavond op het veld, donderdagavond op het veld, zaterdag wedstrijd. En maandagavond hadden wij standaard een zaaltraining. Werd ook niet gefaciliteerd. Hij betaalde €50, kostte dat dan. Betaalde niet uit zijn eigen zak. Maar wij gingen daar een zaaltraining doen. Nou, uiteindelijk heb ik gewoon aan mezelf gemerkt en ook aan die andere jongens dat we veel, veel technischer werden, veel meer snelheid. En het eerste jaar dat we samen voetbalden, waren we volgens mij ergens onderaan geëindigd. En het tweede jaar dat we zaal voetbalden, hadden we voor het eerst in de hele clubgeschiedenis de bekerfinale gehaald. Dus ik heb het idee dat die combinatie veel meer gemaakt moet worden en dat je dan inderdaad veel beter voetballers krijgt. Ja, ik vind het een hele goeie. Dat is een goeie, want ik ben zelf, toen ik begon met die sport, ik wilde altijd iedereen nadoen. Dus ik probeerde Vaandenburg na te doen met zijn trucjes, maar ook Johan Cruijff probeerde ik na te doen. En zo, die gasten speelden ook in de zaal. Ik heb hen ook zien spelen, Van Basten in de zaal, Koeman in de zaal. Allemaal hun eigen specifieke kwaliteiten, maar ik probeerde hun na te doen. En hun speelden ook die combi, zeg maar. Hun deden ook al veld en zaal. Vaak van die hallen toernooien spelen ze ook. Dus ik denk dat het inderdaad de combinatie, ik vind het allerleukste. Dus ik heb het ook altijd gedaan. Maar ik denk dat wel voor de, als je niet een topspeler bent op het veld misschien, maar die combinatie kan maken naar het zaalvoetbal, je bent talentvol, dan is dat een mooie
mooie uitdaging, ook voor Zakaria Amrani bijvoorbeeld. Het is een jongen die betaald voetbal. Zo ja, zeker. Amateurs, zo'n in de zaalsport is gekomen. Ja. Hij heeft een hele leuke carrière. Ja, ik ben ook niet per se op het veld een goede voetballer, maar gewoon doordat wij die zaaltrainingen deden, was ik wel altijd net een stapje sneller dan een tegenstander. Dat merkte je gewoon echt. Ja. Dus ik denk dat het juist echt heel veel nut heeft om dat te gaan doen. Ja, en de zaalsport is natuurlijk ook, ik heb met een aantal jongens in de zaal gespeeld, die zeg maar bij topclubs speelden in Engeland en die bij ons kwamen spelen. Ja, die gewoon moeite hadden om mee te kunnen komen. Terwijl ze daar op heel hoog niveau speelden. Maar, niet maar mee... op het veld hoog niveau, ja. Die speelden gewoon in de top van Engeland, ja. Bij een Arsenal bijvoorbeeld. Ja. En dat moesten bij ons, en dat was echt aanpoot voor ze. Ja. Ja, mooi voorbeeld. Want ik denk dat daar misschien ook wel, het blijft lastig, ook met geld en amateurclubs en voetbalclubs. Wat ik me ook afvraag. Ik denk dat het ook makkelijker is voor de generatie 16 tot en met 20. Hè, daar haken voor mij heel veel jongeren af. Hè, een elftal vol krijgen of 14 man. Maar ja, als je een voetbalteam hebt, heb je natuurlijk al minder mensen nodig. Dus als je dan zou samenwerken tussen amateurclubs en voetbalclubs, denk ik dat je dan... Zeker. Ja, ik had een vraag eigenlijk wel. Pas jij eigenlijk zaalvoetbal tactieken toe op je veldtrainingen? Want je zei het zelf ook al, van je veldtrainers heb je weinig geleerd. Ja, ik heb zelf ook 10 jaar eerst in de amateur gespeeld. Nou, ik bedoel, wat ik eigenlijk zei, dat als je kijkt in de jaren dat wij begonnen met voetballen. Ik bedoel, er waren de tactische besprekingen waren niet zo groot als dat ze nu zijn. Nee. Wij leggen heel veel uit nu, terwijl je vroeger... werd de opstelling gemaakt. Je kreeg wat lijnen mee, maar dat was het wel. Dat was het, ja. Precies, zo'n flip-over bijvoorbeeld. En wat ik zelf bij mijn eigen teams nog gebruik, is, waar ik altijd mee bezig ben, is natuurlijk met tellen. Ik ben vaak in het veld aan tellen. En wat ik ze ook meegeef is de manier van hoe krijg je een bal. En waar zou je dan heen kunnen gaan? Als je een bal aanneemt, wat dat dan, welke opties je zou kunnen hebben. Ja. Ten opzichte van je tegenstander. Dat gebruik ik nog wel. Maar heb je ook al vast... Of blokken. Blokken heb je in het veld verbroken. Ja, okay. Natuurlijk het zaalvoetbal. Maar dus dat implementeer je wel vanuit zaalvoetbal in het veld? Ja, dat doe je wel. Oké. Okay. Ja. Okay. Nee, Helder. Want ja, ik merk het zelf ook hoor. Ik heb daar dus voetbal nooit eigenlijk... Oké, we gaan opbouwen. Ja, er werd nooit echt iets verteld van hoe ga je... Oké, je speelt rechtsback in en dan zien we het wel. En dan moet er iemand komen. Terwijl je hier bij zaalvoetbal heb je gewoon aanvalspatronen, looplijnen, alle soort dingen. Hoor ik veel minder in het veld. En ik dacht van misschien, we hebben samen de cursus gevolgd. Alleen, je was amper al bezig volgens mij. Ja. Het is alles zelf in je eigen hoofd, denk ik. Maar ik denk dat van, ja, dan neem je die tactische kennis mee van zaal richting veld. Want ik zie daar wel heel veel verrijking in. Ja, nee, goed, ik heb daar wel heel veel van kunnen hebben. Dus wij waren toen al met tactieken bezig om vrij te komen. Met slimme steekballetjes en dat soort dingen. Ja. Dat deden we gewoon meer dan op het veld. Ja. Op het veld was het toch vaak rammen en er werd niet echt over tactiek nagedacht. Niet in die tijd. Nee. Oké. Mag iemand uit de zaal het laatste woord geven of niet? Nee? Bijna iedereen aan de beurt geweest. Gaan we het langzaam hier ook afsluiten. Jouw droom voor het voetbal over 20 jaar, die ideale voetbalwereld, hoe ziet die eruit? Nou, dat de sport weer terug is waar wij het misschien, durf je wel te zeggen, achter hebben gelaten. Het was toen best wel goed georganiseerd. Er was een hoop animo voor. Het leeft nu nog steeds die tijd. Mm-hmm. Er was genoeg faciliteit voor ons om te sporten. Tuurlijk kan het altijd beter. Mm-hmm. Dat het gewoon de waardering krijgt die sport wel verdient. Want het is een heel mooi spelletje. Ja, hartstikke mooie woorden. Hoe ver komen we op het EK? Ja, dat vind ik lastig. Ik ken niet alle ploegen meer, dus vind ik lastig. Kijk, als je de geschiedenis nu neemt, lijkt het wel lastiger, maar ik hoop dat dat ze het heel goed gaan doen. Heel goed gaan doen, nou, laat dat ook hopen. Jullie bedankt in ieder geval voor jullie komst. Jij bedankt, Edwin. Heel veel succes met Coach Betaald Voetbal. Dank je wel. En al je clubs waar je nu trainen. Quick Boys, Sparta, ADO. Toch? Klopt. Jongen. Nou, succes daarbij. Dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was aflevering 2 van Voetbal Insight. Graag tot een volgende keer.